Ouderen in een zorgcentrum worden getrakteerd op ijs. In woonzorgcentrum Koningin Wilhelmina in Apeldoorn werden woensdag ijsjes uitgedeeld voor de bewoners. Ze kregen het ijsje aangeboden door de christelijke ouderorganisatie. De ijsjes zijn een lekker extraatje, maar moesten wel snel worden gegeten. Ijsjes smaakt lekker, maar het is zo gauw dood. Het smelt zo weg, het is gewoon zacht, het is wat melk. Gewoon. Woensdagavond werd er bij een terras in het Oranjepark in Apeldoorn een man neergestoken. Het slachtoffer maakte zich uit de voeten en viel neer bij de paslaan. Daar werd hij gelijk geholpen door omstanders en later door de hulpdiensten. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Velen zagen het incident gebeuren, dat begon met een stevige ruzie. De politie is op zoek naar twee getinte jongens. De ene droeg een geel t-shirt met een witte broek en de ander was gekleed met een zwart t-shirt en droeg een oranje broek. Urenlang werd de ruime omgeving afgezet voor sporenonderzoek. De brandweer heeft later een meterslang bloedspoor weggehaald.